Dag Streamgeria-kijkers. Welkom bij deze livestream. We zenden uit live vanuit het Vlaams parlement. Hoorzitting over CETA. De zitting gaat zo dadelijk beginnen. We zenden alles integraal uit. En wij hopen dat u deze uitzending natuurlijk kan appreciëren. Straks na de hoorzitting gaan wij ook nog een aantal interviews doen met mensen van die zelf de CETA-hoorzitting hebben gevraagd. Goedendag zeggen allemaal hier. Welkom in het huis van vertrouwen, zoals gezegd. De voorzitter van de hoorzitting vandaag is Open VLD raadslid Patrick Daams. En er is eigenlijk veel belangstelling van de pers. We zien hier cameraploegen van VTM, VRT en nog een aantal andere zenders zo te zien. Zoals u weet was in eerste instantie de discussie vooral over TTIP. TTIP is het, of was, waren de plannen om een vrijhandelsakkoord te maken tussen Amerika en Europa. Maar president Trump zelf was al zelf niet te vinden voor TTIP. Maar Canada die ziet niet af van de besprekingen rond CETA. Er zijn een aantal problemen met CETA en de mensen die vandaag de hoorzitting hebben gevraagd, gaan hun grieven vandaag overmaken aan de commissie. We zien een aantal mensen van N-VA, Groen, SPA. En ik vermoed dat de zitting niet te lang meer op zich gaat laten wachten. Normaal gezien zou het geluid perfect moeten zijn, want wij zijn rechts aangesloten op het systeem van het Vlaams parlement zelf. Spijtig genoeg mochten wij niet dichterbij komen met de camera, maar dit beeld is op zich niet zo slecht.
Collega's, mag ik u vragen plaats te nemen? En er gewoon bijgestaan door de Nederlandse Kipri Snieders, Nederlands-Belgische moet ik zeggen, hè? Actief bij Greenpeace Belgium. Meneer Hollands heeft me ondertussen ook uitgelegd, maar ik wil vertellen, hè, dat hij effectief melkboer is, maar hij heeft ook een koeiengolf, een boerengolf. Dus voor de sportieven onder ons is dat ook een randgegeven, maar niet oninteressant. Voilà, misschien even toch voor de duidelijkheid naar de procedure toe. Ik verwelkom uiteraard al de mensen achteraan in de zaal. Tot mijn spijt heeft u geen spreekrecht in deze procedure. Dat is nu eenmaal ons reglement. Maar u kan natuurlijk wel, wat mij betreft, met enige lichaamstaal aanduiden of het u aanstaat of niet. Maar meer dan dat kan ik u spijtig genoeg niet toelaten. En de lichaamstaal natuurlijk beperkt. Het welvoeglijke, zoals dat heet. Ja, jullie zouden de spiegels moeten hebben. Misschien eerst over de procedure, opdat dat voor elkeen ook duidelijk is. We zitten in het kader hier van een verzoekschrift waarbij dat elke Belgische Vlaamse burger bij 15.000 ondertekenenden gehoord kan worden in onze commissie. Het gaat over CETA, dus een boek dat die hoort bij de commissie Buitenlands Beleid. Ik heb begrepen dat er meer dan 16.000 handtekeningen zijn verzameld. Ik wens u daar ook proficiat met de mensen. Ook van de grond van de zaak. En ik wil toch even meegeven dat wat mij betreft, hoewel het een uitzonderlijke procedure is, dat wat onze commissie betreft, dat wij in ieder geval openstaan om dit soort procedures nog te hebben. Wanneer vele mensen een bepaalde bezorgdheid hebben, dan denk ik dat het niet meer dan normaal zelfs wenselijk is dat het parlement in deze ook de burger of de burgers kan horen en dan ook daar een passend gevolg aan geven. Dus bij deze, fijn dat u al die handtekeningen heeft verzameld. Dat is geen voorafname of een opinie natuurlijk. Trouwens, als voorzitter moet ik ook in deze wat neutraal zijn. De procedure werkt goed. In principe krijgt meneer Hollands bijgestaan door mevrouw Snieders, laten we zeggen, een 20-tal minuten om de argumenten uiteen te zetten die ze aan ons willen meegeven over het onderwerp. Dan krijgt elke fractie wat mij betreft een 5-tal minuutjes om vragen te stellen. Ik zie dat Gulder al meteen denkt, maar normaal heb ik 6 uur tijd nodig, maar dat weet ik wel Gulder. Maar laten we daarmee starten. Verschillende fracties zou ik voorstellen, vragen, opmerkingen. Dan kan meneer Hollands mevrouw Snieders daarop reageren en dan kan desgevallend ook nog een tweede ronde plaatsvinden. Dat is wat wij vandaag in openlijke zitting kunnen doen. De behandeling als dusdanig van uw verzoekschrift, meneer mevrouw, gebeurt wat wij noemen in de vergadering van de orde der werkzaamheden, is bij gesloten deuren, waar dat dan de commissie als dusdanig een aantal gevolgen kan geven aan uw verzoekschrift. Die gevolgen kunnen divers zijn, kan het vatten van de regering zijn voor informatie, kan een bijkomende zitting zijn, of kan ook gewoon de behandeling ten gronde van zichzelf zijn, waarbij dat de procedure stopt. Weliswaar moeten wij dan een verslag uitbrengen bij de plenaire vergadering, die kont geeft van de argumentatie die we hier vandaag hebben gehoord, die ook aangeven wat dat de argumentaties van de commissie als dusdanig zijn om een bepaald gevolg hieraan te verbinden. Het wordt voorgelegd dan aan de plenaire. U bent dan bij deze gelijk ook al uitgenodigd naar die plenaire. Stadium zal
plaatsvinden. Voilà, dat is hoe dat de procedure verloopt. Mag ik aannemen dat we het daar allemaal over eens zijn dat we het op deze manier gaan doen? Guller? Meneer de voorzitter, bedankt voor deze intro en procedurele. Ik heb alleen enkel vragen, normaal doe ik dat niet. Die 5 minuten lijken mij wel zeer beperkt. Het feit dat we er geen 20 moeten nemen, dat begrijp ik, dat we niet langer. Maar die 5 minuten op voorhand de beperking opleggen, daar heb ik mijn vraagtekens. Goh, maar u weet Guller, u bent meestal onstopbaar. Wat dat betreft zou ik niet even zorgen maken, laten we ons als een richtlijn nemen. Er zijn geen vaste procedures, omdat ik een afspraak moet maken aan het begin. Er is een eerste ronde van vragen en opmerkingen, dus ook een tweede ronde. Maar ik denk dat als iedereen zich wat houdt aan een zekere beperking en de essentiële elementen aandraagt, dat we dan ook een goed gestructureerde hoorzitting kunnen hebben, want dat is het op vandaag. Ja, er zijn collega's die natuurlijk aangeven dat ze om 3 uur ook nog andere verplichtingen hebben, dat klopt. Maar goed, we gaan dus niet direct opsluiten, maar laten we op een soort richtuur zijn waar dat we naar werken. Gegeven dat we een verslag moeten maken, hebben we ook een verslaggever nodig. Ik zie 2 voorstellen komen, Karin. Collega Hendricks voor de voorstellen. Collega Hendricks. Ik zou collega Tiemensoos willen voorstellen. Ja, naar gebruik hebben wij altijd een verslaggever van oppositie en meerderheid. De huidige meerderheidsgevoel in de kennis van het parlement dus maar. En Tinder bij deze proficiat voor deze zeer moeilijke taak die u zal op zich moeten nemen. Voilà, dit gezegd zijnde, zodat ik dat we van start kunnen gaan. U verdeelt de tijd onder elkaar zoals u zelf wil, 20 minuutjes. U hebt dat doen, dat goed is of niets meer. We zijn nu meer zo. Ik zie het, meneer Hollands, u heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter, van het beste parlementsleden. Even zeggen dat ik uit de voertrek kom en mijn moeder taal plattig is, waar ze plat kan. Dat geeft geen gegeven verstoor hier, dus ik ga het Nederlands doen, maar mijn Nederlands is natuurlijk niet perfect. Ik ga het Duits, Frans en Nederlands, maar niks supergoed. Dus ik doe. Plus 2 annexen, plus het interpretatief instrument, plus 38 declaraties. We kunnen hier dan ook onmogelijk op 20 minuten al onze bezorgdheden opzommen. Uit gesprekken die we voerden met veel politici merkten we wel dat er vaak onvoldoende kennis is voor kleine letters. En dat grote meerderheid meestemde zonder geen letter gelezen te hebben van een historisch verdrag dat onze democratie voor een stuk uit handen gaat geven. Dus, en ook uw eigen macht als volksvertegenwoordiger. Waarom als boer, zal ik zeggen, zijn wij daar met zorgen? Over enkele jaren terug waren we met de eerste crisis bezig. En toen hadden we Barroso vastgezet. Je weet, dat kunnen wij doen met onze tractors. En dus even met hem gaan praten wat er aan de gang was met onze melkquotum. Dus we waren de melkquotum aan het los en laten. En dat was het begin van een hoop miserie. Het aantal boeren is gehalveerd sinds 10, 15 jaar. En heel veel zelfmoordplegingen ook. Dus het is een ware catastrofe. En dus legt Barroso ons duidelijk uit: kijk, wij zijn verdragen aansluiten. En binnen die verdragen gaat een regulatie zoals melkquotum niet. Dat werkt niet, dat mag niet meer. Dus hebben wij begrepen waar de pijn zat. Dan vertelde hij ons wel, ja kijk, en toen praten wij nog helemaal niet over CETA, dat is over 5 jaar terug. Toen zeg je, ja maar je weet, wij zijn de markt open aan het breken voor u met Canada. En we zeiden, hoe met Canada? Ja, zegt hem zo, dat is fantastisch. Morgen hebben jullie een markt in Canada met uw melk en jullie gaan met uw melk naar Canada kunnen gaan. En wij hebben heel goede contacten met Canadese boeren, want voor ons is dat het ideaal systeem, was het jammer genoeg, ideaal systeem. Je had een super regulatiesysteem. De boeren waren daar fantastisch gelukkig, allemaal met 40, 50 boeren, allemaal een heel mooie familiebedrijven.
En dus bracht Europa ons de mooie regulatie van hun kapot te maken. Want Canada kan niet tegen ons op, gewoon door klimaat. Dus je weet ook, veel meer wintermaanden. Dus die kunnen niet tegen ons op. En ze zeggen van zo, kijk, dan moet ik dan content zijn dat ik die boeren daar ga kapot steken. Ze zegt, ja maar, zegt hem, je moet toch content zijn? Ik zeg, nee. En wat gaat er overkomen? Hoe, wat gaat er overkomen? Ja, ik zeg, je moet toch geen flauwekul vertellen? Als wij met melk daarin gaan, dan komt er iets terug. Ja, dat was dan het vlees. Ik zeg, oké, dus mijn collega die vrees bij mij in de buurt heeft en vlees optrekt, koeien optrekt, die gaat ook kapot. Dus dan moet ik echt fantastisch content zijn, omdat ik steek de Canadese boeren kapot, ik steek mijn collega's kapot. Dat is schitterend. En toen zijn we eigenlijk, hij stond met zijn mond rond dat en hij kon niks meer zeggen. Dus dan denk je van, kijk, wij zitten hier voor Barroso's, hoger kunnen we niet gaan, bijna. En die heeft geen antwoord. Dus hebben we gezegd met onze boerenorganisatie, dus EMB, kijk, nu, wij moeten voor de bodem gaan blijven strijden, maar we moeten ook de oorzaken van aanpakken. En daardoor zijn we dan in de strijd gegaan met heel veel andere zorgorganisaties, 80, 90 groepen. En zo hebben we eigenlijk ondervonden dat er veel meer problemen zitten dan dat, achter dat verdrag. En daarom gaan wij tot het uiterste ons vel verkopen, want daar gaat het eigenlijk over. Ja, ik ben Kitty Siemers en ik sta Luc heel graag bij als burger. Ik zit hier niet in naam van Greenpeace, maar echt als burger. Omdat ik vind dat de boeren, zoals Luc al vertelde, hebben het sowieso al heel moeilijk tegenwoordig. En met het opengooien van de grenzen gaan ze het nog moeilijker krijgen. En ik vind het een vak wat zeer veel respect verdient eigenlijk. En ik zie dat het te veel gebruikt wordt als onderhandelingssector ten bate of ten koste van andere sectoren. Dat men het een beetje als ruilhandel gebruikt. Wat ik ook gemist heb in dit debat, zeker nadat Magnet gezegd had van ik ga niet akkoord, werd er enorm veel daarover gezegd, maar eigenlijk niet inhoudelijk in het CETA-verhaal ingegaan. En dat heb ik eigenlijk ook in de media gemist, inhoudelijke verdieping van waar gaat dit over. Er is een enorm grote coalitie in België van, ik moet jullie niet opnoemen wie er allemaal in die coalitie zit, dat is al duidelijk gesteld, van Belgische verenigingen, organisaties, vakbonden, mutualiteiten, maar ook Europese overkoepelende organisaties. Ik heb het over BEUC, hè, de overkoepelende consumentenorganisatie, ETUC, de overkoepelende vakbondsorganisatie, CIL, dat is het Center for International Environmental Law, die spreken ook zich uit tegen dit verdrag. En daar lees je eigenlijk KMO's, vergeet ik ook, de kleine middenstandsondernemingen, die zich ook eigenlijk uitspreken binnen het grote Europese context. En daar lees je te weinig over. Dus er is niet een echt publiek debat. En ik denk, zoals hier mooi gezegd wordt, we hebben nood aan een open democratie, een overheid die beslissingen neemt, maar wel in publiek debat gaat over dit soort thema's. Dus ik ben blij dat we die mogelijkheid hier nu krijgen. Omdat dit akkoord natuurlijk veel diepgaander is dan andere vrijhandelsakkoorden die tot nu toe gesloten zijn. Dit is voor het eerst dat er een investeringshoofdstuk in opgenomen is en dat er met een negatieve lijst gewerkt wordt. Dus in het verleden hebben we met positieve lijsten gewerkt. Hè. Diensten werden erin genomen die men uitkoos voor liberalisering. Nu moet je uitzonderingen maken als je niet wil dat een dienst geliberaliseerd wordt. En we merken dat er te weinig kennis is binnen lidstaten en dat sommige lidstaten helemaal niets eruit gehaald hebben. Dus eigenlijk niet beveiligd zijn. Een andere belangrijke is dat CETA, het eerste is sinds het Lisbon Treaty, dat iedereen kent, waarin dat het Europees Parlement dus bevoegdheden krijgt en het mandaat afgegeven heeft. En ze waren eigenlijk in die positie van CETA nog niet zo daarin geoefend, laten we zo zeggen, om daar de verantwoordelijkheid in te nemen. Met TTIP is dat veel meer beter gebeurd. Dus we hebben rode lijnen aangegeven van wat willen we in handelsverdragen zien. En we zien ook dat die rode lijnen in CETA niet gerespecteerd zijn. Dus dat is echt zwaar verontrustend, want die zijn er niet voor niks gesteld. En we vragen ons af of jullie politici daar voldoende van op de hoogte zijn. We kunnen misschien straks nog terugkomen op bepaalde rode lijnen. Bijvoorbeeld, er moest een energiehoofdstuk in zitten in een akkoord. Ja, dat zit er niet in. We komen straks nog op details. Is het ook realistisch om te zeggen dat dit een voorbeeldakkoord is? Het is afgesloten in de tijd van de Harper-administratie. En we weten allemaal dat die niet ambitieus was qua klimaat
qua milieudoelstellingen stellen. Ze zijn uit het Kyoto-protocol gestapt. Ze hebben miljarden besparingen toegepast op investeringen voor het bestrijden van klimaatsveranderingen. Investeringen voor energie-efficiëntere maatregelen te treffen. Dus dat is allemaal geschrapt. We hebben dus met dat land een akkoord gesloten. Dus hoe duurzaam en hoe hoogstaand dat is, daar kun je ook vragen bij stellen. En een ander punt wat ik nu wil aankaarten is waarom zo snel gaan met ratificatie. Dit jaar heeft de Europese Commissie een reflection paper gepubliceerd in mei dit jaar over harnessing globalization. Waarin ze dus toegeven dat dit soort handelsakkoorden een negatieve impact hebben op arbeid, werkomstandigheden en milieu. En ik denk in het kader waar we ons nu bevinden, dat dat geen luxe problemen zijn. Dat zijn echt, die moeten we aanpakken. En er is ook nog een ander paper dat geschreven is over hoe we moeten omgaan in de future met onze financiële aspecten. Dus misschien moeten we toch wel klimaat, milieutax heffen op goederen en energietax gaan heffen op goederen. Om een gelijk speelveld te creëren binnen de wereld, omdat we voor die uitdagingen staan. Dus laten we die papieren uitwerken voordat we dit in een akkoord gooien en ratificeren. Want eenmaal die letters getekend is, kun je eigenlijk niet terug. Dat was mijn inleiding. Dus we gaan nu de punten eigenlijk een beetje nagaan. Dus we gaan beginnen met economie. Dus we zijn even gaan kijken wat er is gebeurd met ALENA. ALENA is eigenlijk het verdrag tussen Canada, Amerika en Mexico. Dus dat moest dan ook super zijn, welvaart creëren. Maar eigenlijk is het neergeschoten op heel veel meer werkloosheid en jobs tussen haakjes met heel kleine inkomsten. Dus dat heeft helemaal niks opgebracht. Als je dan denkt aan alle problemen die wij nu al hebben van delocalisatie. Als je kijkt in Amiens, daar is echt een sociale tragedie. Als ik zie in de varkenssector bijvoorbeeld, waar je ziet dat de zagerijen allemaal naar Duitsland vertrekken, omdat ze daar met lage loonkosten werken van Oostblokken. Als je ziet wat er met Fort Genk is gebeurd, en noem maar op. Dus wij denken zeker niet dat de CETA dat allemaal gaat verbeteren, integendeel. Raar is ook dat de intellectuele eigendomrechten, deze zijn heel goed beschermd. Dus door handelsverdrag, bij overtreding wordt er onmiddellijk een hele batterij maatregelen genomen om de eigenaar heel goed te verdedigen en te vergoeden. En dan denk je aan Mittal, die weggelopen is met de patenten van Luik en eigenlijk een industrie chakra achtergelaten heeft. Die mens heeft die patenten en daar zullen ze niks aan doen. En die zal goed beschermd worden. En dat is dan niet van toepassing met milieu- en sociaal- en sanitaire overtredingen. Dus CETA maakt dus duidelijk politieke keuzes om het handelsrecht telkens boven het sociaal milieu- en gezondheidsrecht te stellen. De Europese Commissie en Canada die hebben in totaal 4 impactstudies laten doen. En het meest ideale scenario, dat kun je uitdrukken in kopjes koffie, dat kwam op 45 cent per persoon per week, wat dus neerkomt op een kopje koffie per 7 weken, dus per inwoner van de Europese Unie. En dit over 7 jaar. En dan elk opeenvolgend jaar. Daarna heeft de Europese Commissie ook een duurzaamheidsimpactstudie laten doen. Belangrijk gezegd, het is niet voor elke lidstaat gebeurd, dus we weten niet wat de echte effecten zijn per lidstaat. Dan kwam het neer op een kopje koffie per 10 maanden voor een Europese burger per week. En dit over een periode van 10 jaar. Dus over 10 jaar en dan elk opeenvolgend jaar. Een ander model is erop toegepast en dat is een realistischer model, dat van de VN. Die meeneemt het verhaal van dat er werkloosheid is, besparingsbeleid en dat de regelgeving niet altijd kosten oplevert. En dat kwam met een heel ander resultaat, namelijk dat er 230.000 jobs verloren zouden gaan, waarvan in Europa 204.000. Dus de meeste jobs sneuvelen in Europa. En belangrijk is ook, denk ik, dat de Europese Commissie, die heeft een werkgroep, DG Employ, die zich buigt over werkgelegenheid en sociale zekerheid. Die hebben die studies goed bekeken en geëvalueerd, tegen elkaar gezet en gezegd, wij geven een negatief advies aan het Internationale Handelscomité. Onder andere zeiden ze ook, KMO's, we hebben in Europa een kleine 21 miljoen KMO's die gemiddeld 10 mensen te werk stellen. Dus je hebt het over 67% van de totale werkgelegenheid in Europa wordt gedragen door KMO's. Die worden serieus onder druk gezet door het openen van de grenzen.
En de concurrentiekracht gaat daaronder lijden voor KMO's. Het feit ook dat ICS meer, zoals we net al zeiden, meer rechten verleent aan de investeerders dan aan arbeidsrecht, want dat hoofdstuk is niet bindend en niet juridisch afdwingbaar, vonden ze ook een zwaar probleem. En voorts ook nog de stimulering van de Noord-Noordhandel heeft impact op het zuiden, of we dat nu keren of niet. We sluiten een Noord-Noordcirkel en het behalen van de VN-doelstellingen, de duurzaamheidsdoelstellingen, wordt moeilijk als je daar de werkloosheid en handel belemmert. Dus je weet zoals wij dat klimaattop in Bonn bezig is. Dus als we even gaan kijken naar de objectieven van het Parijsakkoord, daar stond onder andere natuurlijk in vermindering van de transportafstanden voor lokale economie te stimuleren. Dan zijn we met CETA natuurlijk ver vanaf. Dus de Nationale Bank heeft uitgerekend dat het klimaatprobleem 80 miljard euro gaat kosten aan Vlaanderen. Dus ja, de vraag stellen is er aan antwoorden, denk ik. We missen dus bij CETA een apart stuk over energie en over milieu. Als ik nu zie bijvoorbeeld concreet wat er bij ons gebeurt, dus melkquotum afschaf, overproductie. Overproductie wil zeggen energieverspilling. We zitten met 4 miljard liter melk in stok, onder vorm van poeiermelk. Die zijn opgekocht met het geld van de burger. En nu weten ze niet meer wat ermee doen, ze weten niet meer waar stokken en ze zijn het nu aan het verkopen voor de helft van de prijs dat ze het opgekocht hebben. Dus dat kost duidelijk aan milieu en aan de burger en aan de Vlaamse economie. Dus voor ons is dat natuurlijk onaanvaardbaar. Ja, wat er net al gezegd wordt, er ontbreekt een hoofdstuk over energie. Uiteraard rond klimaat is dat een absolute misser en een belangrijk hoofdstuk. De hoofdstukken rond handel, duurzame ontwikkeling en handel en arbeidsrecht is niet afdwingbaar. Dat zijn, we hebben het over promoten en het ondersteunen, engagementen aangaan, maar niet echt het afdwingbaar maken. En volgens het Lisbon-akkoord, en ik zal artikel 191 exact erbij halen, is milieu een waarde, een vaste waarde in een handelsakkoord. En Cécile Malmström, en in het rapport van CETA staat het echt als complement to the agreement. Terwijl, dat is dus al een conflict. Klimaat, Canada, we moeten niet... Het is al de Harper administration in die tijd, maar het is ook de tweede grootste exportland van olie. Zijn grootste economie draait op olie en op visserij. En wij zijn als Europa 80% afhankelijk van energieimport. Dus Canada, het zijn teerzandbitumen. Dat is ook al 3 tot 4 keer koolstofintensiever dan gewone olie. En in Canada is er een grote corporatie, TransCanada Corporation. Die is op dit moment enorm de Energy East Pipeline aan het promoten. Om juist die zware olie naar de Atlantische kust te transporteren. Met de hoop om het dan naar Europa te brengen. En we zien dat de Fuel Quality Directive, dat een zeer ambitieus initiatief was van de Europese Commissie. Om dus onconventionele brandstoffen zoals teerzandolie, schaliegas, een hogere quotering te geven, dat gesneuveld is. Net 3 weken voor de ondertekening van CETA-akkoord trouwens. Dus die barrière is weg voor Canada. Ze kunnen dus die brandstoffen eigenlijk op dezelfde manier doorverkopen aan Europa. Ik heb gelezen dat veel mensen denken dat wij onze maatregelen nog wel zullen kunnen treffen als het gaat over klimaat. Ambities te behalen, dat veiliggesteld staat in het CETA-akkoord. Maar dat is dus niet. Elke expert die je daarover aanspreekt zegt, het staat heel duidelijk in de CETA-tekst, het moet in lijn zijn met de multilateral multilateral environment agreements, zoals bijvoorbeeld het Parijsakkoord er één is. En we weten allemaal, dat is niet bindend. Dat monitoringssysteem is ook zwak. En het moet ook in lijn staan met het CETA-akkoord. En die tekst is ook zeer duidelijk. Het verwijst ook naar de GATT Agreement, dat is het hoofdstuk 20. En die geeft aan in welke publieke sectoren je reglementering kunt implementeren. En die is zeer beperkt, want die richtlijn komt weer van 1947. En die stonden niet voor die uitdagingen die we vandaag de dag hebben. En dat moet ik jullie niet vertellen. De COP in Parijs is er duidelijk over geweest. Ik denk dat we het ook... klimaatsverandering is een feit en we hebben ambitieuzere akkoorden nodig.
standaarden en normen. Dus we gaan dus naar eigenlijk een gelijkheid in de normes. En dan weet je rap dat wij weer gaan heel veel moeten toegeven. Amerika en Canada hebben dezelfde normes om samen te werken. En dan praten we over GGO's, dan praten we over hormonenvlees, over 43 ongetoelaten pesticides die bij ons eigenlijk heel gevaarlijk beschouwd worden. En die in Canada dan wel gebruikt worden, dus vroeg of laat komen die hier ook. Dan praten we over glyfosaat en daar heb ik dan ook een rechtstreekse vraag naar u toe. Dus Vlaanderen is er altijd bij voor kom op tegen kanker te steunen. Ik vind dat fantastisch. Maar als het gaat voor beslissingen nemen om de oorzaak ervan aan te klagen en te verwerken, dan zijn jullie er niet. En dat vind ik verschrikkelijk. Het gaat erover over de burger. En dan zie je nog een keer dat de economie altijd voorgaat. Het ergste is de etiketering. Canada heeft dus eigenlijk, Amerika, dat is heel raar, maar Amerika had gevraagd om een etiketering mogen te zetten op hun producten dat het Amerikaans was. En Canada heeft dat tegengestreden en heeft gewonnen. Dus Amerika mag niet zeggen dat het Amerikaanse producten zijn. Dus morgen kunnen wij ook nog niet eens gaan onze burger beschermen tegen die producten, omdat zij het gaan aanklagen en dus gaan zeggen, jullie mogen dat niet op de etiketten zitten. Dus waar zijn we echt mee bezig? Het is een ramp voor de boeren, maar een veel grotere ramp nog voor de burger en voor uw consument. En daar moeten jullie eigenlijk eens beginnen stilletjes aan te denken. En dan, als je dan ook ziet, ik ga een concreet voorstel weer nemen, ik doe dat graag, hè, maar als mijn koe Kaatje, die een mooi leven in mijn bio-weien, morgen toevallig met pech zijn twee plastieke oormerken die niks waard zijn, hè, die verliezen altijd. Hè. Als die toevallig dezelfde dag die twee oormerken verliest, daar komt juist een controleur op de vloer van FAVV en die ziet Kaatje zonder oormerken. Weet je wat er gebeurt? Dan wordt die koe geslacht en weggeworpen. En dat fantastisch biologisch vlees wat ik 3 jaar of 4 jaar aan gewerkt heb en die koe in de watten gezet in mijn stro, die wordt weggeworpen. En morgen gaan jullie toelaten dat er vlees van Canada komt, dat niet eens gecontroleerd wordt voordat het naar hier komt. Dan ga ik me zeggen, ja, maar daar is geen hormonen in, hè. Geen hormonen, oké. Okay. Weet je wat er gebeurt met het vlees dat nu van Argentinië komt? Wij zijn daar gaan kijken met de mensen van de ABS. Vraag het na. Die spuiten de hormonen tot 1 maand voor de slacht. Dan worden ze daar geslacht. Waar vind je de hormones nog? In de abas heet dat, dus in het afval. Dus in de darmen, in de nieren, daar vind je nog in. In het vlees vind je niks meer terug. Dus natuurlijk in het vlees dat hier komt zitten er geen hormones. Maar het is wel zo geproduceerd. Dus daar gaat u met ons naar heen. En wij mogen dat echt niet aanvaarden. Wij vinden dat onvoorstelbaar dat jullie zoiets gaan goedkeuren. Toen aan Cecile. We zijn flexibel en rustig. Toen de vraag rechtstreeks aan Cecile Malmström gevraagd werd van gaat er getornd worden aan de normen en de standaarden, zei ze nee, we keep them high. Maar als er gevraagd werd van we staan toch in lijn, het staat duidelijk in de tekst dat het gebaseerd is op de Codex Alimentarius, die al 20 jaar oud is, toen zei ze, dat moet ik navragen aan mijn experts, want dat ben ik niet zeker van. Maar ik kan u vertellen, het is zo. Het staat in de tekst zwart op wit. En op dit moment wordt trouwens Europa aangeklaagd bij de WTO, dat las ik net vandaag nog, over het feit dat we de maximum residuelevels te laag inschatten, in vergelijking met de Codex Alimentarius. Onze wetgeving rond hormoonverstoorders wordt niet toegelaten. En de ban op glyfosaat staat ons waarschijnlijk miljarden te kosten, omdat dat ook niet in lijn is met de WTO-regelgeving. Met CETA is dat dus problematisch, omdat je eigenlijk nog eens dubbel vastzet. Dat is een WTO-plus wat je creëert. Want je krijgt want er is dus een regelgevende samenwerkingscomité opgericht. En die gaan adviezen geven aan een joint comité. Dat is dus een instelling, dat is een nieuwe instelling die dus gecreëerd wordt. En die hebben ook beslissingsrecht. En die kunnen beslissen voordat ze de parlementen zelfs inlichten daarover. Dus je neemt eigenlijk democratische machtsbeslissing uit handen naar die joint comité. Dat is ook te weinig bekend, denk ik, bij mensen. En in die regelgevende samenwerking is ook afgesproken, het staat ook letterlijk in de CETA-tekst, dat men niet tarifaire handelsbarrières, want daar gaat het eigenlijk over, dat de handel promoten, het is een handelsakkoord, dat mogen we niet vergeten, dus het gaat erover om handel te stimuleren, waar we wetgeving kunnen gaan harmoniseren, waar we elkaar op zo vroeg mogelijk moment elkaar gaan informeren wat onze plannen zijn, dat ze dus kunnen mandaten aanbrengen. En dan heb ik het over zowel Canadese autoriteiten
als Europese autoriteiten. Je kunt je voorstellen dat die toelatingsprocedures lang op zich gaan laten wachten. Want je moet, die kostenbatenanalyses, dat wil iedereen doen op zijn manier. Op zijn manier, ook een belangrijke. Europa is eigenlijk bekend voor zijn voorzorgsprincipe. Canada erkent dat niet als zodanig. En die hebben ook gezegd in het akkoord, we willen het toestaan zolang het kosteneffectief is. Nu, er is zoveel problemen en zoveel druk geweest vanuit publieke opinie richting GGO's. Omdat dat ook natuurlijk, er staan in de tekst dat er moet samengewerkt worden rond zerotolerantie. Want Europa heeft een zerotolerantie en dat moet weggewerkt worden. We zijn daar in 2009 bij de WTO ook voor veroordeeld. En dan hebben we gezegd, we gaan daarover samen zitten. In CETA moeten we dat ook effectief gaan doen. Want er staat wel, het is vrijblijvend, regulatory cooperation, maar dat is het niet. Want we zullen op een korte termijn moeten kunnen aantonen, wetenschappelijk, waarom we niet in dialoog willen gaan. En we krijgen daar een korte tijd voor. En anders wordt het dus aangeklaagd via de WTO terug. Voorzorg, wat ik net al zei, dat is eigenlijk een verdragsrechtelijk grondprincipe van Europa. Staat ook in de Lisbon Treaty als een verankerd element. Dus dat dit eigenlijk eruit gaat op die manier, is zorgwekkend. We hebben dat in het verleden en nu ook met glyfosaat ontzettend hard nodig. Ik denk dat ik daar... dat dit het zo wat is over dat hoofdstuk. Ja, je kunt erover blijven doorgaan, het is belangrijk. Dus we hebben het even over de negatieve lijsten in de dienstensector. Dat is natuurlijk niet mijn sector, dus daar ga ik een beetje meer lezen. In CETA staat dat alle openbare diensten die gedeeltelijk privaat acteurs hebben, en dit is vaak het geval zelfs bij overheidsdiensten, hun diensten moeten openstellen voor de privésector, tenzij deze in annex opgenomen zijn. Openbare diensten zijn er om een dienst te kunnen verlenen aan alle burgers. Indien een openbare dienst geprivatiseerd kan worden en er geen terugkeer meer mogelijk is, of mits enorme boetes, dit is zeer kostelijk, dan komen we in een ander systeem terecht. Een systeem waar er minst moet gemaakt worden. Voorbeeld privatiseringsspoorweg en roep naar terug nationaliseren. Ik neem concreet bij ons in Teuven bijvoorbeeld, daar komt de bus al maar als je belt. Als je niet belt, dan komt de bus al niet meer. He, dus stel je voor, als dat nu erdoor gaat en dat geprivatiseerd wordt, dan is een buslijn naar Teuven toe nooit rendabel natuurlijk. Dus wij in het dorp, ofwel moeten met de auto gaan, slecht voor het milieu, en de oudjes die zijn dan noodgedwongen om naar de stad gaan te wonen. Dus dat is eigenlijk concreet, maar daar komt het op neer. En dan ook een voorbeeld van de Poolse regering, die die verzekeringsmaatschappij terug wilde nationaliseren. En die moest dan aan Achmea $14 miljard betalen. Hebben ze echt moeten betalen omdat ze verloren hebben. Dus als jullie veel geld hebben, dan is dat allemaal geen probleem. Het is gezet tot voor 2 miljard. Ja, het is 2 miljard in plaats van 14. Oké. Okay. Dus normaal was het 14, maar ze hebben er toch 2 miljard. Ze hadden 14 geëist, maar ze hebben dus 2 gekregen. 2 miljard. Maar voor Polen is dat gigantisch. Ja, de liberalisering van de diensten, wat ik net ook al zei, die negatieve lijsten. Als een lidstaat geen uitzondering maakt of daarin in het annex zegt van ik wil dat beschermen, dan is het dus volledig open voor liberalisering. Eigenlijk kun je dit al afvragen van kan dat binnen Europa? Dat je, de sociale cohesie is zo belangrijk en je gaat per lidstaat andere reglementeringen toevoegen, liberalisering bedoel ik maken. Dat maakt het voor investeerders verwarrend van wie kan wat wanneer doen. Je krijgt eigenlijk een patchwork. Het is ook zo dat het misschien onvoldoende bekend is, want in de annex 1 kunnen dus diensten gezet worden die nu niet conform zijn aan het akkoord. Maar daarin is belangrijk dat ze in een standstill modus terechtkomen. Dus daar kan ook niet meer aan getornd worden. Dat is zoals het nu is. En ze kunnen wel veranderen daarin, maar dan is het een liberalisering, meer liberalisering. En dan noemt dat het ratchet effect, wat we kennen als een pin in een rat van een watermolen, weet je wel, dat het blijft staan. Dus alles wat je dan verder liberaliseert, is altijd eigenlijk onomkeerbaar, tenzij zware schadevergoedingen te betalen, uiteraard, wat we net al zeiden van Achmea en Polen die het terug wil draaien. In de annex 2, daar kunnen, dat is een soort beleidsruimte, waarin dus overheden een bepaalde sector, bijvoorbeeld openbare aanbestedingen, kunnen veiligstellen. Maar daarin hebben experts ook al gezegd dat die openbare sectoren zeer vaag beschreven staan. Dus wat wordt daar precies in beschermd?
als beleidsruimte is aanvechtbaar. Want arbitrage bijvoorbeeld, hè, de fair and equitable treatment, de faire en billijke behandeling en indirecte onteigening, kun je niet als uitzondering in de annexen plaatsen. En die zijn nog steeds bruikbaar om in de liberalisering dat aan te vechten. Ja, dat is een beetje in het kort. Je kunt daarover stel de vragen, misschien kunnen we antwoorden. Dus we komen dus telkens aan de conclusie. En wat ik u wil vragen eigenlijk, vooral, dat is, ik heb zoveel al meegemaakt, hè, met de boeren dus, en zoveel strijd aangegaan. En hoe vaak hebben ze mij niet gezegd, maar Luc, komt toch goed, weet je, maak je geen zorgen. We gaan dat doen, maar we gaan voor u zorgen en het komt toch goed. Hè. Dat is al jaren dat ze dat vertellen. En iedere keer daarna, dan vertellen ze van, tju, sorry toch, hè. We hadden het goed willen doen, maar het is Europa, weet je. Dus we kunnen er echt niks meer aan doen. Ja, je had eigenlijk gelijk. En ik zou graag hebben dat ik niet weer over 10 jaar, dat wij niet over 10 jaar weer terug gaan komen hier en zeggen, kijk, dat jullie ons gaan zeggen van, kijk, oh, het is allemaal goed. De zorgen over gezondheid, de veiligheid van het voedsel, autonomie van het voedsel, want daar moet je goed aan denken. Hè. Straks als je geen boeren meer hebt, dan moet het allemaal van anders, ergens anders komen. En als er een oorlog komt, ik praat nu zoals mijn grootvader misschien maar. Sociale rechtvaardigheid, noem maar op. Dus als jullie overtuigd zijn dat dat geen kwaad kan, dan moet je maar ervoor tekenen. Maar over 10 jaar, als ik terugkom en je zegt me nog een keer, tju, toch sorry, hè. Had ik het toch geweten, hè. Dan hadden we het misschien anders moeten doen, hè. Dus die verantwoordelijkheid is, lig ik echt bij u nu. En wat wij nu concreet vragen, dat zijn 2 dingen. Neem de tijd. Wij zijn geen experts. Kitty wel, ik ben geen expert. Ik heb het wel beleefd en ik beleef het iedere dag. En vooral bij mijn collega's. Dus wat ik vraag, neem de tijd alsjeblieft. En hou er eerst om rekening te houden met wat er in Luxemburg gaat gebeuren. En tweedens, wij vragen om nog eens een hoorzitting te houden. Niet met ons, maar met echte experts. Die experts, die lijst hebben wij. Al die studies, die hebben wij. Dus vraag ze ons. Laat experts komen. En die leggen u nog eens uit. En dan moeten jullie uw verantwoordelijkheid nemen. Maar dit is veel te rap gegaan. De burgers hebben niet eens inzicht wat er gebeurt. Ik zeg het nog een keer, ga de deur uit, vraag in de straat aan een Vlaming, weet je iets over CETA? En dan zal hij zeggen, hè, Kitty, wat zeg je vanmorgen? Mijn buurman vroeg hoe het met me ging. Ik zeg, ik ga naar het Vlaams parlement een woordje plaatsen over CETA. Of wat vertellen over CETA? Hij zegt, is dat een nieuw automerk? Ja. Dus, maar wij bedanken toch alvast voor uw hartelijke ontvangst hier. En wij wachten op uw vragen. Dank u wel. U ziet dat ik een zeer flexibel voorzitter ben, want normaal mag dat allemaal niet. En die man met zijn militair kostuum heb ik gezegd, allez, wees kalm, als ze er nog is. Zwart. Dus, ja, voilà. Dus toch de vraag om het, de lichaamstaal onder controle te houden. Dank u voor de uiteenzetting. We zijn natuurlijk al 14:45, maar ik vond het toch wel belangrijk dat u effectief kon meegeven wat u wilde meegeven. We gaan nu over naar de vragen-opmerkingenronde. Wie wenst hier intussen te komen voor de eerste ronde? Ik heb Sabine, Karel, Wouter en Gurrer. Nog iemand? Eventueel zal ik daar nog wel een woordje bij placeren in de tweede ronde. Sabine, we houden ons wel aan 5 minuutjes alstublieft, anders dan gaan we echt over tijd gaan. Maak u geen zorgen, voorzitter. Ik wil onze gasten danken voor hun aanwezigheid, ook om ons wakker te schudden of te verwittigen voor de inhoud van het CETA-verdrag. Ik wil gewoon zeggen namens mijn fractie dat wij akkoord kunnen gaan of voorstander zijn van een hoorzitting. En dus graag willen kijken naar de lijst van experten die u ons aanbeveelt. Er moet inderdaad niet overhaast te werk worden gegaan. Of gewoon heel veel bevoegdheden van CETA, heb ik verstaan, zich op Europees niveau situeren. En niet binnen onze bevoegdheid vallen. Hè. Slechts 10% zou, denk ik, aan de bevoegdheden van de deelstaten of van de regio's vallen. En een grote brok is, denk ik, Europees. Ben ik slecht geïnformeerd? Of, ook dat zal dan blijken
Dus je weet, als er één streek niet meegetekend, dan gaat de CETA niet door. Ja, niet door. Natuurlijk weten wij wel wat er allemaal meegemaakt wordt in die val. Juist. Maar we zijn niet alleen. In heel veel andere landen zijn er ook mensen die de boel aan het water zullen. Die 3 miljoen handtekenen, die komen niet uit de lucht. Ja. Dank u wel. Oké, maar dus ik denk dat wij graag zeggen dat we bereid zijn, ook vragende partij zijn, om beter gebriefd te worden. Aha. We hebben dat voor TTIP ook gedaan. Ik hoor dat u zegt dat deze overeenkomst nog minder garanties biedt dan TTIP, begrijp ik uit uw presentatie. Daar verschiet ik van, want men had mij in een andere richting gebriefd. En ten tweede wil ik zeggen dat wij echt wel uw bezorgdheid rond voedselzekerheid delen. Ik heb het dossier nog niet echt bestudeerd, maar ons is uitgelegd dat we daar waarborgen hebben om onze Europese normen te kunnen handhaven. En dat is altijd een must. En we moeten al wat GGO, hormonen, hormoonverstoorders, antibiotica enzovoort, zeker klonen, dat is gewoon ongelooflijk wat we op ethisch vlak lezen in het dossier dat u ons hebt bezocht. Dus we moeten daar wel sluitende garanties rond hebben. Wij zijn zeker bereid om daar aan verder te werken. Ik heb heel veel vragen, maar ik denk dat we die nu niet kunnen stellen, voorzitter. Oké, Karel. Dank u, voorzitter. Ik wil ook de twee sprekers heel uitvoerig bedanken voor de uiteenzetting. Ik denk meneer Hollands en mevrouw Piers. Nee? Snieders. Snieders, oké. Mevrouw Snieders en meneer Hollands, ik denk dat het goed is inderdaad dat burgers zich kunnen uitspreken. We zien inderdaad dat er 15.000 handtekeningen verzameld zijn. Ook in heel de Europese Unie zijn er toch ook heel wat handtekeningen. Is er een bepaalde bezorgdheid die er bestaat? Anderzijds wil ik zeggen, wij hebben dit hier toch wel uitvoerig besproken hier in dit Europees parlement. Wij hebben trouwens ook hoorzittingen gehouden. Wij hebben ook hoorzittingen gehouden rond een ander thema, TTIP, ook een vrijhandelsverdrag. Er is kort even naar verwezen. U weet, uw grote medestander om dat verdrag te doen kelderen, die zit ondertussen in het Witte Huis, misschien vanuit andere overwegingen, maar toch bepaalde protectionistische overwegingen hebben hem er doen overtuigen dat dat vrijhandelsakkoord negatief is. Dus u hebt op dat vlak, ik weet, we spreken hier over CETA, maar in de hele discussie met betrekking tot vrijhandelsverdragen hebt u toch wel een bepaalde medestander aan de overkant van de oceaan. Soms heb ik ook wel de indruk dat wij hier een pleidooi hebben gehoord tegen vrijhandel. We leven allemaal in een Europese Unie. Een Europese Unie die al bestaat sinds de jaren 40-50. Euratom, de Europese Gemeenschap Kolen en Staal, Europese Economische Unie. Later hervormd tot de Europese Gemeenschap sinds het verdrag van Lissabon, de Europese Unie. Ondertussen beseffen wij, want ook in die verschillende lidstaten waren er ook verschillende normen. Verschillende normen die uiteindelijk op elkaar dienden te worden afgestemd. Wat er in België gold, gold niet in Frankrijk, niet in Duitsland, er waren andere normen in Spanje. En ik denk dat er nu hier niemand voorstander is om te zeggen, ja, die Europese Unie, dat is uiteindelijk een slechte zaak geweest. We hebben gezamenlijk normen kunnen vooropstellen die volgens ons goed zijn en waarmee volgens ons een groot deel van Europa beter is geworden. Maar de kritiek die ik hier hoor van, ja, u moet de tijd nemen, u moet experts contacteren, u moet rekening houden met wat er gebeurd is. Er is veel te rap gegaan. Niemand kent eigenlijk het hele CETA-verdrag. Dan zou ik toch even de hele geschiedenis, wat er vooraf gegaan is. We zijn nu 2017, binnenkort 2018. En de hele samenvatting van het CETA-verdrag start eigenlijk al in 2009, toch wel een kleine 8 jaar geleden. Op 6 mei 2009 werden de CETA-onderhandelingen aangekondigd op de Canada-EU-top in Praag. Alle Europese lidstaten, ook de deelstaten, wij als Vlaanderen hadden evenveel zeggenschap, ook Wallonië had zijn zeggenschap, Brussel hoofdstedelijk gewest, en die gaven toen een mandaat aan de Europese Commissie. We spreken 8 jaar geleden. 2011, die onderhandelingen zijn bezig, 2011, 3 jaar later,
wordt dat mandaat nog eens bevestigd. Men moet niet doen van we weten van niets. Ondertussen is men al 3 jaar aan het onderhandelen met betrekking tot het vrijhandelsverdrag Europa-Canada. Opnieuw 3 jaar later, de top Europa, de Europese Unie, Canada, 26 september 2014. In Ottawa werd er een onderhandelde ontwerptekst vastgelegd. Opnieuw zijn we 5 jaar nadat de onderhandelingen bezig waren. Ik heb toen al over CETA gehoord, ik heb erover gelezen, ik heb mij geïnformeerd ook destijds. 2016, inderdaad, er ontstond een bepaalde discussie. En die discussie had toen voornamelijk betrekking, u zal het zich nog herinneren, want ik heb het eigenlijk nu vandaag niet gehoord, want we hebben hier in deze commissie daar heel veel tijd in gestoken, werd er gezegd, want dat waren de argumenten van wat u straks mogelijk nog kan horen van de oppositie, het ISDS-arbitrage-mechanisme, dat is een fundamenteel probleem. Ik heb dat vandaag blijkbaar niet gehoord. Ik heb dat vandaag op geen enkele manier gehoord. Maar in 2016 werd door inderdaad die kritiek die er kwam, werd er gezegd, we gaan dat ISDS-arbitrage-mechanisme, men noemde dat een hele privatisering, dat was ook uiteraard te ver, voor alle duidelijkheid, arbitrage bestaat in elk rechtssysteem. Dat bestaat ook in België, dat bestaat al sinds de jaren 60 in België, waarbij men een beroep doet op een arbitragesysteem, is geregeld in de Belgische wetgeving. Maar men heeft toen onder die druk die er toen was, rond dat thema, gezegd van, wij gaan dat ISDS-arbitragesysteem in het CETA-verdrag veranderen naar een ICS-systeem. Oprichting tribunaal, mogelijkheid tot een beroepsorgaan, dus die privatisering volledig weg, een echt tribunaal, beroepsmogelijkheden, aanstelling professionele beroepsrechters in plaats van arbiters. Voor alle duidelijkheid, het systeem van arbiters bestaat wereldwijd, bestaat hier in België. Niet alleen voor internationale handelsgeschillen, bestaat ook voor gewone geschillen die hier in België plaatsvinden. Vrijwaren van het regelgevingsrecht van staten, vastlegging relatie met nationale hoven en rechtbanken en verbetering van de transparantie. Dus alvast een verbetering, althans volgens sommigen. Voor alle duidelijkheid, ISDS-arbitragemechanisme bestaat in ongeveer 3000 handelsverdragen wereldwijd. Het systeem bestaat, maar men heeft het hier in het CETA dus gewijzigd. Vandaag, meer dan 8 jaar na de aankondiging, meer dan 30 onderhandelingsrondes, is CETA inderdaad nog altijd niet volledig in werking getreden. Er is sinds een kleine maand, 21 september 2017, een voorlopige inwerkingtreding. Voor ons is het inderdaad jammer dat CETA nog niet volledig in werking is getreden, want wij zijn van mening dat CETA zeker positieve elementen kan meebrengen, zal meebrengen voor Vlaanderen. Voor alle duidelijkheid, Vlaanderen en Canada, we zijn al jaren handelspartners. Al meer dan 20 jaar hebben we zeer goede relaties. Is er invoer, uitvoer vanuit beide landen. En wij ze hebben zeer sterke economische handelsrelaties. Onze uitvoer vanuit Vlaanderen, van goederen naar Canada, bedraagt ongeveer 1,75 miljard euro. Dat creëert welvaart, dat creëert welzijn, dat creëert werkgelegenheid, dat creëert jobs hier in Vlaanderen. Tegelijkertijd ook toch wel van belang, want dat heeft dan eerder betrekking op de discussie die er was vanuit Wallonië. Ik noem dat een beetje politieke spelletjes die er waren. Magnet, die zijn verzet plots liet horen tegen het CETA-verdrag, goed wetende dat zijn partij de jaren voordien eigenlijk dat CETA-verdrag telkens gesteund heeft. Maar plots, wanneer we in een finale fase zaten, kwam er een politiek spelletje en probeerde men dat te blokkeren. En dat wil ik gewoon aanhalen. Van de hele uitvoer vanuit ons land, van België, blijkt dat 90% vanuit Vlaanderen komt. Dus men ging eigenlijk, men meende eigenlijk Vlaanderen daarmee te kunnen boycotten, straffen. Dat was eerder een vorm van oppositie voeren vanuit een andere deelstaat. Een ander belangrijk punt, Canada, 36 miljoen inwoners en toch wel opnieuw een belangrijke, omvangrijke afzetmarkt.
Nu, het CETA-akkoord, want daarover heb ik u eigenlijk niet horen spreken, zal meebrengen een stijging van ongeveer 23% in bilaterale handel en goederen en diensten. 99% van douanerechten zou komen te vervallen. 92% van de invoerrechten voor landbouw wordt weggewerkt. Vlaamse KMO's zullen ook diensten vrij kunnen aanbieden in Canada. Heel belangrijk, ik verwijs hier naar een bepaalde sector, de baggersector, waarvoor wij wereldwijd gekend zijn. Niet alleen leveren wij hier schitterend werk in Vlaanderen, in Europa, maar wereldwijd in Azië, in Afrika. Maar wij geraken met onze expertise, met sterke internationale bedrijven, die opnieuw voor enorm veel werkgelegenheid zorgen, die voor welvaart zorgen, geraken wij niet binnen op de Canadese en op de Amerikaanse markt. Amerikaanse markt, de Jones Act, de Canadese markt, het is wat ingewikkelder. Men heeft daar de binnenscheepvaart, men heeft de verschillende meren. Ik ga inderdaad proberen af te ronden, voorzitter. Maar voor alle duidelijkheid, CETA is voor ons een modern akkoord. Grote aandacht voor transparantie. Bijdragen tot marktstabilisatie, eerlijke concurrentie, vereenvoudiging van het handelsverkeer. Nieuwe standaarden op het vlak van investering en bescherming. En een akkoord waarbij voorzorgsprincipe wel degelijk overeind blijft. We hebben ook geijverd, hier vanuit dit Vlaams parlement, ook vanuit het federale niveau, uitsluiting van culturele en audiovisuele diensten. Voor alle duidelijkheid ook door meerdere partijen die nu verzetten tegen CETA en tegen TTIP, hebben dat destijds ook meegesteund. Dat is inderdaad ook opgenomen. Wij denken inderdaad dat onze beperkte filmindustrie, boeken en dergelijke, mag beschermd worden tegenover een vele grotere markt die er bestaat in Canada, in de Verenigde Staten. Opgenomen, unaniem denk ik, hier goedgekeurd met de steun van oppositiepartijen en ook op het federale niveau. En ik denk zelfs in de andere deelstaten eveneens. Er is ook een akkoord met een omvangrijk hoofdstuk duurzame ontwikkeling, juridische betonering van standaarden rond arbeidswetgeving, milieuwetgeving en voedselveiligheid. En om al die diverse redenen, op 19 oktober 2016, na lange debatten die we hier gevoerd hebben, er is gesproken over Malmström, we hebben ze hier ook in deze commissie, een eurocommissarissen komen naar de deelstaten, naar de lidstaten, komen naar de deelstaat, komen toelichting geven over die vrijhandelsakkoorden. En na lang beraad, na lange beslissing, nadat wij ook experten hebben gevoerd, is er een meerderheid hier in dit parlement dat de Vlaamse regering heeft opgeroepen om het CETA-akkoord goed te keuren. Voor alle duidelijkheid, ik benadruk het ook, waar er een verzet was geweest, inderdaad in Wallonië en in Brussel, is op een bepaald ogenblik, nadat er zogezegd een bepaalde verduidelijking, maar het CETA-akkoord is niet gewijzigd. Hè? Er zijn wat verduidelijkingen, er zijn afspraken gevraagd om een adviesaanvraag in te dienen. Maar uiteindelijk bleek dat hier in Vlaanderen, en ook de partijen die hier nu oppositie voeren, ook in de andere deelstaatparlementen bereid waren om dat CETA-akkoord te steunen. 2 juni 2017, de Vlaamse regering keurt het voorontwerp van instemming goed, volledig in lijn met wat de meerderheid in dit Vlaams parlement uiteindelijk wenst. Ik wou nog heel kort, heel even terugkomen op... Heel kort als het kan. Dat is heel, heel... Het is een zeer gerekte 5 minuten. Ik weet het, Maar ik, de woorden indachtig van collega Turan, voorzitter, ja, u zei dat u daar soepel in ging zijn. Mevrouw Turan, u van u zal gebruiken, maar goed. Ja. Maar wat ik nog wou zeggen is dus dat heel belangrijk aspect, de splitsing van handels- en investeringsakkoorden. Na het advies van het Europees Hof van Justitie in een andere zaak, is het duidelijk dat de Europese Unie exclusief bevoegd is voor handelsgerelateerde aspecten, terwijl beslichting van geschillen tussen investeerders en staten een gemengde bevoegdheid is. Ook hiermee zit het Hof van Justitie volledig op de lijn, het standpunt dat de Vlaamse regering heeft ingenomen. We hebben er ook vanuit Vlaanderen altijd voor gepleit om dus die intelligente opsplitsing tussen die handelsakkoorden en anderzijds die beslechting van geschillen tussen investeerders en staten, zodat de toepassing van dat ISDS of dat ICS-akkoord beperkt kan worden tot die lidstaten
en die deelstaten die het goedkeuren. Ik concludeer, ik denk dat het CETA-akkoord goed is voor Vlaanderen. Ik denk dat het goed is voor meerdere lidstaten, meerdere deelstaten, dat wij er voordeel bij zullen uithalen. En wij denken dat dit ook jobs, dat dit werkgelegenheid kan creëren en dat dit goed is voor de welvaart in ons land. Ik dank u. Dank u wel. U heeft ruim 10 minuten genomen, dus dat betekent dat de standaard aangepast is of een tweede ronde niet meer beschikbaar is. Zo werkt dat. Nee. Ik merk dat ik weer al veel te flexibel ben, maar ik vind het belangrijk genoeg voor jullie op het einde van de opmerkingen best. Dan... Ja, maar we gaan... Wat lief? 5 minuten per lid van de commissie? Nee. Nee, op het einde alstublieft, anders dan gaan we er niet rond raken. Ik heb Wouter, ik heb daarna Guller en dan heb ik zelf ook nog een enkele seconden een opmerking. Wouter. Ja, dankjewel. Ik wil de twee sprekers bedanken voor hun betrokken pleidooi hier, maar ook om de moeite die ze gedaan hebben om hier de publieke opinie bij te betrekken en om handtekeningen te gaan verzamelen en om ervoor te zorgen dat het politieke debat en het publieke debat hierdoor verrijkt en versterkt wordt. Belangrijk in het pleidooi dat ik gehoord heb, ik ga niet in alle details gaan van het akkoord, en daar hebben we inderdaad hier ook al over gediscussieerd, maar ik vind heel belangrijk, was een van de dingen die in het begin gezegd is, dit handelsakkoord, CETA, is een nieuw soort handelsakkoord. Dit is niet de handelsakkoorden die we gewoon zijn en die dan voornamelijk gaan over wat minder douanetarieven enzovoort. Dit gaat veel verder, dit is comprehensief en dit gaat erover dat er eigenlijk met veel meer aspecten, onder meer op vlak van regelgeving, onder meer op vlak van normering, impact gaat zijn op wat dat wij als politiek nog gaan kunnen doen ten opzichte van de markt. En dus... dat inzicht is zo belangrijk dat een vraag om neem hier nu uw tijd voor, weet wat je doet als je dit goedkeurt, een terechte vraag is, denk ik. In die zin vind ik, Karel, als jij begint te zeggen, maar dit is toch zeer goed dat de douanerechten hier naar beneden gaat, daar gaat het niet over. Het gaat erover van hoe kunnen we ervoor zorgen dat op vlak van regelgeving, op vlak van normering, op vlak van kwaliteitszorg, dat we de dingen in eigen en Europese handen kunnen houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het rechtssysteem eerlijk is voor iedereen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zo'n handelsakkoord ook een instrument wordt in klimaatbeleid en een instrument wordt in sociaal beleid? Wat het nu, terecht gezegd hier door de sprekers, niet is. In die zin denk ik, ik vond het ook niet zo gepast dat ik dat mag zeggen, meneer Van Louwen, dat u daar nu een zeer politiek debat van maakt. Van ja, maar de PS heeft dat om die reden gedaan en die reden. Hier zitten mensen voor u, burgers, 16.000 mensen die vertegenwoordigd worden door mensen die in het veld staan, letterlijk, dag na dag. Dus laat ons het over de inhoud hebben en laat ons er hier zelf geen politiek spel van maken. We hebben nu de kans om het over de inhoud te hebben. En dus als hier... op vraag van 16.000 mensen gevraagd wordt, wij zouden graag hebben dat u een paar experts nog beluistert. Wij zijn niet zodanig onder tijdsdruk dat ons dat geweldig veel problemen zou opleveren internationaal. We hebben die ruimte. We moeten die ruimte uit respect voor het engagement dat men betoond heeft, denk ik, nemen. En ik ben heel blij dat de CD&V ook gezegd heeft dat men daartoe bereid is. En hier in deze commissie tijd maken, is ook mijn vraag aan de voorzitter, om effectief die bijkomende hoorzitting te doen. Ik maak me daar misschien niet veel illusies over. Ik weet dat er verschillende partijen ondertussen zich gebetoneerd hebben op hun standpunt. Maar laat ons tenminste alle argumenten hier weer klinkt hebben. Wel, Wouter, heb ik Guller. Dank u wel, meneer de voorzitter. Laat mij toe, collega's, om te zeggen dat het vandaag eigenlijk een feest is. Ik vind het vandaag echt een feestdag voor de democratie. Als wij als klassieke politici gaan reageren en denken dat wij om de 5 jaar onze instemming voor ons beleid al dan niet gaan krijgen van de kiezer tijdens de verkiezingen, dan hebben we het mis. Meer dan ooit zijn we eigenlijk bezig met transformatie. In dit Vlaams parlement zijn we er constant over bezig. Transformatie naar duurzaamheid. Transformatie van onze economie. Versterken van onze economie naar de toekomst toe. Europa staat onder druk. Wij zijn onder transformatie. Wij staan onder druk. En wel, meer dan ooit
moeten wij deze periode van transformatie niet van verkiezingen naar verkiezingen, maar meer dan ooit moeten we dat samen doen met burgers en burgerparticipatie op korte termijn. Het verwijt dat wij krijgen dat wij in een ivoren toren zitten, daar moeten wij mee komaf maken of anders maken de mensen mee ons komaf. Dus ik wil alle initiatiefnemers, de twee mensen die het vandaag hier hebben verwoord, maar ook alle andere mensen die achter de scherm hier actief aan hebben deelgenomen, actief achter die handtekeningen gaan zoeken zijn, constant geprobeerd hebben om een partner te zoeken, om te spreken. Die mensen hebben mij gecontacteerd, maar die hebben ook de mensen van de meerderheid gecontacteerd. Dus nu niet komen zeggen dat het op het laatste moment nu met een dergelijk initiatief komt. Dit leeft al lang, collega's. En dit leeft al lang. En dit is niet een beslissing. We gaan even een internationaal verdragje goedkeuren. We gaan dat hier doen in onze ivoren toren van het parlement. Zo werkt dat niet, vooral niet omdat het handelsakkoord dat er vandaag, waarover sprake is, niet alleen over legislatuur gaat, maar over generaties, over onze toekomst, over onze milieu, over wat we eten, hoe we eten, wat we aandoen, hoe dat we willen dat onze producten worden geproduceerd en geconsumeerd. Dit leeft al lang, hoor ik een bepaalde politici zeggen. Maar als vandaag de buurman van mevrouw Snieders zegt, wat is CETA? En hij weet het niet. Dan hebben wij het van de politiek het niet goed uitgelegd. Wij hebben het niet goed uitgelegd. Is het omdat we het niet wisten? De politici hier meerdere. Ik moet mea culpa slaan. Ik heb CETA-verdrag afgeprint. Ik ben erin beginnen lezen, omdat ik er echt enorm in geïnteresseerd ben. Na pagina 400 heb ik het laten afweten. Als jurist, ik ben dan overgegaan naar documenten, naar samenvattingen, naar experten. Wat schrijven die daarover? Ik moet kort door de bocht gaan. Ik heb geen tijd om mij in die duizenden pagina's in te werken als individueel parlementslid. Wie moet dat doen? Experten moeten dat doen. Wie moet dat doen? Overheden die het goedkeuren moeten dat doen. Wie moet dat doen? Politici die daarmee bezig zijn moeten dat samen doen. Ik sla hier mea culpa. Ik ken het allemaal niet. Het is te veel, het is te ingewikkeld, maar het is des te belangrijk om het te zeggen. Ik heb het niet geweten, ik wil dat ook niet zeggen. Vandaar dat ik vandaag zo dankbaar ben voor de insteken die jullie hebben gegeven. Meneer Holland heeft gezegd, ik ken er niet veel van. Alles wat dat u vandaag heeft verteld, was voor mij nieuw. Is van onschatbare waarde. Weet jij hoeveel woorden dat wij over onze landbouw, over de landbouwers, over de koe en de melk en uw kaat hebben gesproken hier, totdat u hier verscheen? Ik denk dat de CD&V het één keer heeft laten ontvallen, iets van de landbouw. Eén woord tijdens deze vrijhandelsakkoorden. Dus hoe belangrijk is dat niet de insteek die wij hier vandaag hebben gekregen? De mensen, wij zijn er al lang mee bezig. Maar ik ga u één ding zeggen. Dit CETA-akkoord is door deze Vlaamse regering goedgekeurd zonder een debat in dit Vlaams parlement. Dat is gelogen. Dat is perfect te achterhalen. Dat is perfect te achterhalen. Het heeft ook in alle kranten gestaan. Wij vanuit de oppositie hebben een resolutie ingediend. Maar ik moet u ook één ding zeggen, nog een mea culpa. TTIP was zo gemediatiseerd. We waren allemaal over TTIP bezig. En CETA hing daar zo wat achter. Op een bepaald moment word ik door, door de mensen aangesproken. Jij bent zo bezig over TTIP terecht. Zeg, maar kijk eens naar CETA. Die zit in een finale fase. Ik dacht, oei, wacht, ik moet mijn focus verzetten, het is waar. Wat betreft TTIP trouwens, for the record, ik heb gisteren of vorige week nog contact opgenomen om de nieuwe documenten te gaan inkijken. Sinds februari is daar niks in gebeurd. Wat dat betreft denk ik dat dat inderdaad wel duidelijk is, dat het nu de golden regel, de CETA-akkoord gaat zijn. Wij moeten onze toekomst anders gaan bepalen. Wij moeten dat samen met de burgers doen. Het voorbeeld dat u heeft gegeven... Wij werken met negatieve lijsten. Eén ding is verzekerd, dat is onze Vlaamse literatuur, onze Vlaamse filmen en dergelijke meer. Ik steun dat 100%. Maar ik ga het niet vergeten wat dat u heeft verteld. Kom op tegen kanker Vlaanderen, laten we die euro ook eens doneren. Maar ondertussen, ik wil het niet lang houden. Ik heb vandaag alleen heel veel... ik wil vandaag als politicus vooral mea culpa slaan. Wij hebben de goedkeuring van CETA door de Vlaamse overheid, door de Vlaamse regering, hier niet grondig besproken. Die is tijdens het reces vorig jaar goedgekeurd.
Het debat hebben we dan achteraf weliswaar gevoerd. Kort, snel, vooral omdat Magnet daar inderdaad wereldprimeur mee heeft gehaald door stand te houden. Maar dit, het is nu ook voorlopig in werking, dat weet ik ook, maar dit geeft ons tijd. Ik heb zelf als politicus ook al verschillende keren initiatieven genomen hier. Al die inhoudelijke aspecten, ik vermeld dat maar. Weet wat ik zeg? Onze volksgezondheid. Wat zeg ik dan? Milieu en klimaat is niet gegarandeerd. Energie en toekomst is niet gegarandeerd. De standaardisering van... Het is gewoon, als ik zeg over de standaardisering van de voorwaarden om te produceren en dit en dat, een burger die luistert, die gaat zeggen, wat zegt die nu allemaal, standaardisering, upstream, downstream, hè? Klinkt allemaal hip en zeer onduidelijk. Wel, dat is fout. Dat is essentieel voor onze volksgezondheid. Meneer Hollands, het voorbeeld dat u heeft gegeven over de vleesproductie, u mag hier wat mij betreft een hele commissie komen uitleggen hoe dat vlees wordt geproduceerd. Ik ken er niks van. Wij spreken daar, wij willen geen gekloonde dingen, wij willen geen hormonen, dat is verboden. Maar hoe dat u het heeft uitgelegd, collega's, moet onze ogen wijd openen. Dat is niet te retraceren. Ik heb vandaag ook, ik neem aan dat de collega's dat ook hebben gekregen, een rapport ontvangen. Ik ben niet de expert van Greenpeace, van de Institute for Agriculture Trade Policy Europe, collega's. En weten wat wij nog minder weten? Dat is wat de Canadezen daarvan denken. Wat doen de collega's van Canada daarmee? Zijn die allemaal heel blij, hè, dat ze hun boeren gaan verstikt zien, dat u geld gaat verdienen en dat zij er verstikt? Canadian Center for Policy Alternatives, CCPA. Dit is toch ook wel een verslag om even grondig naar te kijken. Ik heb jullie horen spreken over economie. Ik heb even nagevraagd. Wat dat wij hebben gedaan is, ik heb u juist gezegd, focus lag op TTIP. We hebben impactanalyse vanuit de Vlaamse en federale overheid is er besteld wat betreft TTIP. TTIP die nu eigenlijk dood en begraven is, maar niemand wil het eigenlijk toegeven. Maar wat betreft CETA, we hebben daar geen impactanalyse voor laten maken. Die bestaan niet. Wij zijn iets aan het goedkeuren waar de alle noodsignalen, waar de alle alarmbelletjes, wat betreft gezondheid, wat betreft mensenrechten, wat betreft arbeidsvoorwaarden, alle mogelijke internationaal, alle mogelijke garanties die wij hebben voor onze leven, die we in internationale verdragen hebben vastgelegd, die zijn allemaal aan het tiggelen. En wij doen gewoon voort. Er is een planning, strak, lean, mean plan, en het zal goedgekeurd worden. Ik heb een enkele vraagjes. Het voorbeeld dat we hebben gezegd van die regulatory bodies, regelgevende samenwerking. Ik stond daar zo alleen in dit parlement met een paar collega's uiteraard, om te zeggen van, maar collega's, wij politici, wij moeten nog verantwoording gaan afleggen bij de burgers. Maar zo'n regelgevende samenwerking, een samengestelde commissie van mensen, van wie? Van ambtenaren, van burgers, experten, vertegenwoordigers van multinationals. Wie gaat zeggen waarover dat we regelgeving gaan hebben en welke regels handelsbelemmerend kunnen zijn? Elke regel is belemmerend. De voorzitter die mij 5 minuten geeft, dat staat ook in de regel, in ons huishoudelijk handschrift. Ik heb liever meer tijd, maar ik moet mij aan de regels houden, want het is beslist geweest. Die regels belemmeren. Zelfs mijn vrije mening van uiting op dit ogenblik laat staan wat het gaat geven wat betreft onze voedselveiligheid, gezondheid, mensenrechten. Ik heb een paar vragen, mevrouw Snijders, ook voor u. U heeft gezegd van ja, kijk, wij zijn daar echt effectief door geweest. Bepaalde dingen van klimaat, wij denken dat die erin staan. U zegt, ze staan daar zeker niet afdwingbaar in. U heeft ook verwezen van het effect daarvan. U heeft gezegd, u heeft verwezen naar teerzandolie vanuit Canada, dat het vandaag al, of het was zelfs voor het moment dat het ondertekend was, het CETA-akkoord was nog niet ondertekend. Of onze politici die moeten zorgen voor onze rechten en vrijheden, duurzaamheid, die moesten daar al mee rekening houden, omdat het handelsbelemmerend kan zijn. Bent u daar zeker van dat dat er niet in staat? Want ik heb het hier zo dikwijls gehoord, klimaatgaranties staan erin. Ik wil u een beetje uitdagen, maar u mag dat straks doen, om een aantal dingen te beantwoorden. En dat van die pesticiden, meneer Hollands. Maar onze regels blijven gelden. Van waar haalt u dat, dat die ineens hier gaan komen en kankerverwekkende producten in onze voedselketen gaan terechtkomen? Bent u daar niet op flessen aan het trekken? Bent u daar wel zeker van? Bent u daar wel zeker van?
Wie heeft u dat wijsgemaakt? En dan, wij hebben hier... ik heb hier jullie niet horen pleiten tegen een vrijhandelsakkoord. Maar ik wil dat gewoon even toch maar bevestigen. Ik heb u die pleidooi niet horen zeggen. Ik ben heel blij dat ik het juist heb gehoord. Maar mag ik dan concluderen dat de burgerbeweging en die 16.000 handtekeningen, dat die eigenlijk nu tegen de politiek zeggen, enough is enough. Van ons betreft, die vrijhandelsakkoorden moeten gaan, maar het moet een nieuwe generatie vrijhandelsakkoord zijn. Die fair zijn en die duurzaam zijn. Die goed zijn voor milieu, die goed zijn voor de kleine, middelgrote ondernemingen. Mensen, laat u niks wijsmaken. Onze Vlaamse KMO's, die exporteren nauwelijks. De exportcijfers waar dat we vandaag vanuit de Vlaamse regering op onze borst kloppen, die zogezegd, dat zijn cijfers van multinationals die exporteren, dat zijn cijfers van de petrochemie in Antwerpen, dat zijn niet de cijfers van de Vlaamse KMO met 10 medewerkers die ramen en deuren plaatst. Dat zijn niet de cijfers van de producent van melk, van de boer die het moet hebben van zijn 20 koeien. U heeft gezegd, we hebben een heel uitgebreide... de coalitie is al gekend, heeft u gezegd. Ik weet dat de coalitie gekend is, maar ik ben zeker dat ik ze ben vergeten. Ik zou u graag, indien u de lijst bij u heeft, zou ik de partners, de burgerbeweging, de VZW's, die dit allemaal bevechten, vragende partij zijn om meer gehoord te worden, meer expertise in dit debat te krijgen. Dit mag niet politiek politicien worden. Dus als u die lijst hebt... Ik weet bijvoorbeeld dat de vakbonden, dat de ACV ook flipt. Maar ik heb de CD&V-collega's al verschillende keren gevraagd om hierin een partner te zijn voor meer hoorzittingen. Collega De Betune, ik kan niet dankbaarder zijn dan uw aanwezigheid hier vandaag en de hand die u uitreikt om hier meer expertise, meer hoorzittingen over te houden. Wij vanuit de oppositie gaan dat heel graag onthouden. Want dit is niet het einde, want er zijn uiteraard... Wij hebben al politieke initiatieven genomen. Er is ook vandaag een resolutie die ik heb laten uitstellen. Want ik wou het burgerinitiatief samen met de voorzitter uiteraard. Wij wouden het burgerinitiatief alle respect geven en volledig laten doorgaan. Eerst de burgers aan het woord laten. Dan kunnen wij volgende keer het politiek debat voeren. Ik heb gezegd, CETA is nu voorlopig in werking. Maar het mag zeker niet definitief worden goedgekeurd. Het mag niet worden geratificeerd vooraleer dat die prejudiciële vraag door het Europees Hof is beantwoord. Want dat is zo een weren Belgische wishy-washy-akkoord geweest om die bijkomende vraag te stellen. Ik dacht even, dat hangt aan een zijde draadje. Met het vertrek van Magnet gaan ze dat ook tegenhouden, maar gelukkig is dat gewoon doorgegaan. Die vraag is gesteld. Wij hebben nu tijd. Het spijt me van die voorlopige inwerkingtreding. Dus ik zou u ook graag willen horen, mevrouw Snieder, de lijst. U zegt, ik heb een lijst met namen van experten die meer expertise in dit debat kunnen brengen. Ik wil het, meneer de voorzitter, volgende keer, als we hier over CETA hebben over voedselproductie, gezondheid, standaarden voor bijvoorbeeld wagen, want ik heb ook al de wagenindustrie gehoord, de standaarden voor veiligheid van wagens in Amerika is niet hetzelfde als in Europa. Dan zegt u tegen mij, maar mevrouw Turan, we hebben het hier niet over TTIP, maar CETA. Maar de deur tussen CETA, Canada en Amerika is al open. Het is niet meer nodig om TTIP te onderhandelen, want alle Amerikaanse multinationals die hebben al een poot in Canada. Dus die zitten sowieso binnen op onze Europese markt als we daar niet kijken. Dus welke sprekers denkt u dat nodig is dat wij verder gaan horen? En welke deelaspecten mogen wij absoluut niet vergeten? Los van het juridische, los van het dwingbare. Zeg, dat is erin opgenomen. Met een zin, een vermelding maken is iets anders dan afdwingbare. En u heeft ook gesproken, de monitoring is ook heel vaag. Want dat is ook iets waar wij vandaag, tot vandaag, hebben bijna over niets gesproken over CETA. Welke monitor raadt u aan naar de toekomst toe? Dank u wel. Dan zou ik niet als voorzitter, maar dan als lid van mijn politieke groep een paar opmerkingen willen maken. Misschien toch eerst eens even een mogelijk misverstand uit de wereld helpen. Het CETA, vrijhandelsakkoord, bestaat uit twee delen. Je hebt het deel vrijhandel en tarieven. U heeft daar op ingegaan. Dat is het verhaal van
reglementering, normering en diens meer. Het is een tweede luik van investeringen. Nu, voor alle duidelijkheid, opdat dat voor ons en ook voor u duidelijk is, het luik vrijhandel en tarieven is een luik dat niet in ons parlement zal goedgekeurd worden, omdat het niet onze bevoegdheid is. Het luik vrijhandel en tarieven, waar u op ingegaan heeft, is een specifieke bevoegdheid van het Europees Parlement en de Europese Raad die dat goedgekeurd hebben. Reden waarom dat luik in voege is getreden op 21 september. Dus ik wil toch dat iedereen en ook u weet, dus al de aspecten die u aandraagt en die waardevol zijn, zullen wij in onze beslissing als dusdanig niet aan de orde zien komen, omdat aan ons geen decreet zal voorgelegd worden dat daarmee te maken heeft. Voor alle duidelijkheid, vrijhandel en tarieven is een uitdrukkelijk Europese aangelegenheid. Europees Parlement, Europese Raad heeft het goedgekeurd, is in voege 21-9. Dan heb je het tweede luik, dus het investeringsluik. En daar is het luik het onderdeel indirecte investering, niet het luik investering as such. Het is het luik indirecte investering, waarvan dat onder meer ook het Europees Hof heeft geoordeeld dat dit een gedeelde bevoegdheid is. Dat betekent dat alle parlementen van de lidstaten in functie van hun bevoegdheden, bij ons is de internationale investeringsbevoegdheid een regionale, Vlaamse bevoegdheid. Dus dat betekent dat alleen het tweede luik, dat te maken heeft met investeringen, dat wel op onze tafel zal komen in de nabije toekomst. En dat is ook het luik dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. En het is nota bene ook dat luik waar men in Wallonië verzet heeft tegen aangetekend in verband met de procedures om betwistingen in zaken investeringen aan te kaarten. Ik wil dat toch even meegeven. Al was het maar om, opdat ook u naar uw achterban duidelijk kan maken dat de argumenten die u aandraagt op het luik vrijhandel, tarieven, normeringen, dat die waardevol zijn. Maar daar gaan wij hier in het Vlaams parlement niet over stemmen. Wil niet zeggen dat je die argumenten desgevallend kunt meepakken om je oordeel te vellen over het andere luik. Waarom? Omdat natuurlijk het luik investeringen, dat wel hier op de tafel komt, indien in één van de parlementen van de Unie, deelparlement in ons geval, er eentje is die dat luik niet goedkeurt, dan valt wel het volledige verdrag. Dus dan valt ook het luik vrijhandel en tarieven weg. Voilà. Ik wil dat toch eens heel even duidelijk schetsen, opdat ook in de toekomstige werkzaamheden die ongetwijfeld... Ik neem aan dat je nu na 16.000 handtekeningen niet direct gaat stoppen. Ik heb ondertussen al gezien dat je een actieve mens bent. Ik denk ik ook een beetje een boerenzoon, dus stoppen dat kennen wij niet. Maar dus ik wil u toch even meegeven dat u uw pijlen juist richt, meer bepaald als het gaat over het Vlaamse parlement. Naar de grond van de zaak, zou ik wel willen vragen aan u dat u een aantal van die heel concrete voorbeelden die u gegeven heeft, dat u die ons wat specifieker kan meegeven. Als het gaat over gebruik van pesticiden, als het gaat over bepaalde normeringen. Zelfs indien wij hierover as such niks te beslissen hebben, vind ik het wel interessant genoeg om het te weten. Kit dat we het zelfs kunnen delen, wat onze traditie in deze commissie is met de commissie landbouw. Want wanneer we hier waarschijnlijk relatief weinig over landbouwaspecten hebben gesproken, dan heeft het natuurlijk wel te maken met het feit dat er een commissie landbouw is. En misschien hadden we in deze de commissie landbouw alleen specifiek kunnen betrekken, maar dat hoorde nu eenmaal niet in ons kader van de reglementering die we moeten toepassen. Maar toch, het zou mij interesseren om dat te weten. En ik geef u een kleine zijsprong daarbij. Ik ben zelf ook actief in de landbouw, weliswaar in de wijnbouw. Dus ik weet ook heel veel over sproeistoffen die hier niet en elders wel mogen gebruikt worden. Maar dat zijn onderdelen van akkoorden waar al plussen en minnen in zitten. En dus de vraag, ja, en als je natuurlijk aan de kant van de min zit, is dat heel vervelend. En als je aan de kant van de plussen zit, laten we wel wezen, ik denk niet dat we er daar veel van horen. Want die zijn dan relatief tevreden. Ik was overigens wel blij dat u vanuit uw invalshoek zegt, maar enfin, het is misschien wel goed voor mij, maar dan zijn uiteindelijk het de melkboeren in Canada, als ik u goed begrepen heb, die de prijs betalen. En dan zijn het de vleesboeren, als ik ze zo mag noemen, die in ons eigen land dat zouden betalen. Dus wat mij interesseert, is toch wel heel specifiek, als u daar voorbeelden van heeft, om die te kennen. Niet om als dusdanig daar hier in het parlement over te kunnen beslissen, want dat kunnen we niet, het is onze bevoegdheid niet, maar wel om het desgevallen te toetsen met de informatie die we van, in dit geval de Europese instanties ter zake moeten krijgen. Dat vind ik niet meer dan fair dat we dat zouden doen. Naar vrijhandel toe in het algemeen, is het zo, en ik denk dat dat gewoon een factueel gegeven is, dat als je inderdaad, en Karl heeft het voorbeeld aangehaald, als je de Europese Unie
eigenlijk als een groot vrijhandelsakkoord zou bekijken, wat het eigenlijk is, maar dan wel extreem, omdat de normeringen effectief allemaal gelijklopend zijn en een stuk van de Europese Unie ook dezelfde munt wordt gebruikt in dienst meer, dan is het wel onmiskenbaar zo dat het een heel grote additionele economische meerwaarde en groei heeft gecreëerd. Dat is natuurlijk macro bekeken in zijn globaliteit. En de punten die u aanhaalt en de reden waarom ik u ook vraag van informatie te geven, is dat natuurlijk onder het macroverhaal, de grote groei die erbij komt, zitten ongetwijfeld wel een aantal deelaspecten waar men een vraagteken kan bij plaatsen. Vraag is dan natuurlijk, en dat is de politieke afweging, dat is onze job, van als je bij wijze van spreken een kader krijgt dat X opbrengt, waar dat een aantal elementen negatief aan zijn, dan is de afweging wat doe je? Laat alles vallen, laat dus het grote voordelige stuk vallen voor het onderhandelde negatieve luik. Dat is een afweging die wij moeten maken, maar daar vind ik het wel terecht dat je die afweging met kennis van zaken maakt. Want dat is denk ik uiteindelijk ook wel wat u stelt. Dus voor alle duidelijkheid, het luik vrijhandeltarieven, daar hebben wij in het Vlaams parlement niks over te beslissen. Wat mij betreft ben ik wel geïnteresseerd om daar informatie over te krijgen. Het luik investeringen, daar hebben wij alles mee over te beslissen. En als er één parlement is dat dat niet goedkeurt, dan valt het volledige verdrag weg. Dit decreet moet nog naar het Vlaams parlement komen, voor alle duidelijkheid. Hè? Dus dit is nog niet besproken. En dus de stelling alsof dat we hier onvoldoende tijd hebben aan besteed in het verleden, is eerlijk gezegd geen correcte stelling, want het ligt nog niet op onze tafel. En in die zin wil ik mij gerust wel engageren om aan mijn collega's voor te stellen, wanneer het decreet op tafel komt, om daar uiteraard het investeringsluik, voor alle duidelijkheid, om daar zeker de nodige tijd aan te besteden, wat we overigens altijd doen. Het is niet zo dat we in deze commissie, er is geen enkel voorbeeld, dat we hier niet, wanneer de vraag er is, meer dan ruim de tijd nemen om onder meer de argumenten te kennen. En in deze, uit respect voor die 16.000 handtekeningen, ook de argumenten die u nu aangedragen heeft en die u bijkomend kan aandragen, los van het feit dat we een stuk niet te behandelen hebben, maar toch ook zeker naar het investeringsluik, dat u dat ons ook zou aandragen, dat we dat kunnen meenemen op dat ogenblik in het debat. Het heeft weinig zin om nu beginnen grote hoorzittingen te organiseren in het huidige stadium, wanneer het decreet niet op onze tafel ligt. Tenzij dat we in de orde van de werkzaamheden daar anders zouden over besluiten, maar dan ben je eigenlijk zonder het decreet op tafel erover aan het spreken. Wat mij betreft, dat is de orde der werkzaamheden. Ik wil alleen maar aangeven dat de stelling, als zou dit Vlaams parlement onvoldoende tijd hebben besteed aan CETA, klopt feitelijk niet, om de eenvoudige reden dat het decreet ter goedkeuring, om de eenvoudige reden dat het decreet ter goedkeuring ervan gewoon nog niet op onze tafel ligt. En nu, wacht even, nee, want anders dan gaan we proceduraal gaan. Dit gezegd zijnde zou ik nu willen, want we zijn 3 uur, hè, Karel, we zijn 3 uur, zou ik graag de tijd geven aan u om een aantal bedenkingen, opmerkingen en antwoorden, het zijn natuurlijk ook vaak wat stellingen die ingenomen zijn, te geven. En dan denk ik dat we dat moeten afronden zonder dat ik uitsluit dat dit natuurlijk nog een vervolg krijgt. Ik voel goed aan dat er toch in onze commissie meerdere mensen zijn die, zeker graag meer geïnformeerd zouden zijn over deze aangelegenheid. Maar ik hoop dat ik toch even duidelijk heb kunnen maken waar wij als Vlaams parlement formeel mee te maken hebben en waar we niet mee te maken, opdat dat ook voor u duidelijk zal zijn. Voilà, u heeft het woord voor een tiental minuutjes, een kwartier. Dan zijn we een kwartier over tijd in onze afspraak. Dat is niet zo erg. En dan denk ik dat we gerust in de orde der werkzaamheden het vervolg aan dit verhaal, nogmaals met respect voor al de mensen die uiteindelijk tot hier zijn gekomen via u, om die te kunnen horen. U heeft het woord. Guller, je vertelde, want ik neem een paar vragen mee in één dan, dat inderdaad een zeer moeilijk tekst is, juridische tekst. De commissie die Macron ingesteld had, met 8 specialisten, die hebben het zelf ook gezegd van het is niet te doen. We zijn ook allemaal gespecialiseerd erin, maar het is zeer moeilijk op korte termijn hier advies over te geven, maar ze zeiden ook duidelijk, hier zijn een aantal rode lijnen, zoals het klimaatveto stellen. Hè, er komen toch wel dingen tekort in dit akkoord, zeker. Om ook op de vraag te komen over het veiligstellen van onze Europese normen qua standaarden en voeding en regelgeving, want dat was een vraag vanuit uw hoek daar.
Dat was ons inderdaad verzekerd en ze hebben dat dan opgenomen in een declaratie. De Europese Commissie, omdat het dus een vraag was van een serieuze vraag. Maar het probleem is met een declaratie, dat is geen joint interpretatief instrument. Het is niet gehonoreerd, het is unilateraal. Enkel Europa heeft het erin gezet en niet Canada. Dus het is en blijft een niet juridisch vastgezet iets. Dan wil ik op u een kort antwoord geven. Ook inderdaad, de handelsakkoorden zijn geëvolueerd doorheen de tijd. Je had via de GATT, na de Wereldoorlog, dat er handel moest bevorderd worden, voeding moest veiliggesteld worden. Daarna kwamen de afspraken rond normeringen. En ik hoorde onlangs een collega dat zeggen in beeldspraak. Dat was een foto-opname. Hè. Er werden in de akkoorden foto's vastgelegd van dit zijn de afspraken die we maken onderling met elkaar. Dit soort akkoorden die dieper gaan is een video-opname. Dat zijn levende akkoorden waarin men dus door die regelgevende samenwerking en die joint comités die continu amendementen kunnen aanbrengen in de annexen zelfs. Dus het is wat er in de annexen staat kan nog gewijzigd worden. Om een voorbeeld te geven over de sanitary en phytosanitary hoofdstuk, dat is leeg. Dat moet dus nog helemaal ingevuld worden. Dus wat betekenen weten we niet. Wat we wel weten is dat we gaan samen zitten om tot gelijke regelgeving te komen. Ook de vraag van Magnet naar het Europees Hof van Justitie in verband met ICS is een terechte vraag, absoluut. Dat is van alle regeringen. Maar ja, oké. Dat is dan uiteindelijk. Maar ik wil er ook op ICS, want u zei, we hebben het er niet over gehad. Ik had het wel al kort aangeduid. Maar ik vind het een belangrijk signaal dat de Europese magistraten zich hier tegen uitgesproken hebben. Dus dat zijn niet de minste. De Europese Commissie zelf werkt ook aan het Multilateral Investment Court op dit moment. Allerlei voorstellen worden gedaan om het systeem te verbeteren. Dus ze geven eigenlijk toe dat het inferieur is, dat het nog niet perfect is. De expert in arbitrage op dit moment is Gus van Harten. Dat is een Canadese professor die zich sinds begin jaren 90 met de grote expansie inderdaad van die 3000 handelsakkoorden zich vastgebeten heeft in deze materie en arbitrage onderzocht heeft. En weet hoe creatief arbiters hun vonnissen veilen. Hij zegt dat is ook te weinig gekend door juristen. Dat is ook trouwens de grote commentaar van Beuk, de consumentenorganisatie in Europa. Die zegt de DJ Finance bijvoorbeeld is niet op de hoogte van de creativiteit van arbitrage. Waartoe het kan leiden. Ik las bijvoorbeeld nu dat Italië gedwongen wordt tot het minimum betalen waarschijnlijk van 30 miljoen euro omdat ze een boorvergunning niet afgeven voor olie te boren voor Italië. En dat kan op grond van FAT, dat is Fair and Equitable Treatment, dat is een zeer breed interpreteerbaar gegeven, indirecte onteigening. Het staat letterlijk in CETA dat als een bedrijf een vergunning krijgt tot het onderzoek, tot olie-extracties. En we weten allemaal dat die procedures ellenlang zijn. Dat kan gaan over jaren voordat er een milieuvergunning afgegeven wordt. Nog een ander hoofdstuk in CETA over handel en nationale wetgeving staat daar ook duidelijk in, nationale reglementering bedoel ik, dat procedures veel simpeler moeten. Het moet veel sneller gaan, het moet duidelijk transparant zijn, het moet gewoon niet meer zo lang duren zoals het in Europa altijd duurt. En we weten allemaal, milieuvergunningen zijn niet over één nacht ijs. Dat duurt jaren. En als een land beslist, zoals Italië, we geven een milieuvergunning uiteindelijk niet af, dan is daar een indirecte onteigening. En er waren veronderstellingen dat door kon gaan, expectations die niet ingevuld worden. En dat kan gewoon over een orale verwachting die gecreëerd is. Hè. Er staat nergens in de CETA-tekst dat het written moet zijn. En dat zijn aspecten die dus die Gus van Harten aankaart. Het is de juridische fijne taal waar we te weinig van op de hoogte zijn. En met het joint interpretief instrument waarin ICS zogezegd niet mag uitspraken doen tegen, wat ik net al zei, hè, reglementeringen die ten functie van de klimaatbescherming zijn, dus in lijn zijn met het Parijsakkoord, dat is niet beschermd. Hij zegt hooguit wat er verandert is de risicoanalyse, maar het risico blijft bestaan. En ik denk dat een expert als hij echt toch wel ter harte genomen moet worden. Ik ga proberen, want er zijn heel veel dingen gezegd geweest. Wij zijn niet akkoord met wat Trump doet. We zijn geen protectionisme. We willen niet vrijhandel sluiten. We willen faire handel. En de Europese Commissie heeft ook een rapport naar buiten gebracht een tijd geleden over Fair Trade for All. Naar de future toe. Het kan nog aangepast worden uiteraard, maar er staan al grote stappen vooruit. Maar het gaat over future trade. Ondertussen zijn we met 20 andere handelsakkoorden bezig die in een ijl tempo, en met Australië, Nieuw-Zeeland, Mercosur, we zijn met heel veel akkoorden bezig. Waarom future trade for all in the future? We zijn nu een
ja, nog het netwerk aan het uitbreiden. En nogmaals, het zijn videoakkoorden. Hier moet over nagedacht worden. Het is niet enkel over investering. We geven deels van de democratie uit handen uit die instellingen, die joint comité's die beslissingsrecht hebben, alvorens de parlementen geïnformeerd worden, alvorens jullie geïnformeerd worden. Dit gaat niet enkel over investering. En plus, ja, investering uiteraard. Maar waarom heeft investeringsrecht, waarom staat dat boven sociaal recht, arbeidsrecht, milieurecht, de uitdagingen waar we voor staan? We weten in Europa is het een probleem met populisme dat stijgt. We weten allemaal dat sociale ongelijkheid, arbeidsverlies of loonsverlies, dat leidt tot mensen die ontevreden zijn, tot frustratie. En dat leidt tot stemmingen zoals Trump. Dat is daardoor gekomen. Dat is mijn conclusie. Niet mijn conclusie alleen, van de coalitie die er bestaat. Ik had ook wel de indruk dat u niet meteen een grote fan van meneer Trump was. Voilà, meneer Hollands om af te ronden. Ja, dus... Nee, uw zaak te vertellen natuurlijk. Dus ja, ik ben natuurlijk... ik voel me een beetje aangevallen door de manier dat je met ons praat. Ik wil zeggen, u hebt helemaal niet geantwoord, meneer Lauwers, denk ik. Hè, dus op... Van Lauwers, sorry. Op mijn antwoorden, op mijn problemen, op onze problemen. Je hebt gewoon gezegd van, kijk, de handel, dat is het. Nog eens, ik ben boer. Ik ben geen gauchist, ik ben een boer. Ja? Ik heb 100 koeien, ik heb geen 20 koeien. Sorry. Dus nee, maar ik wil zeggen, hè, ik ben niet een speler. Nee, ik werk 100 uur per week. 100 uur per week. Mijn zoon werkt 100 uur per week. En mijn vrouw werkt 70 uur per week. Ja? Maar ik voel daar niet veel respect voor. Ik heb niet één antwoord gehoord op mijn problemen. U hebt het alleen maar gehad over de baggers. Dus voor u zijn de baggers natuurlijk belangrijker dan de kwaliteit van het voedsel, dan de boeren die hier werken. En voor alle mensen die hier in België werken. Sorry, zo vat ik het op. Nu, ik wil ook even terugkomen, en dat is echt het belangrijkste punt. Dat is het wetgevende samenwerking. Ik kijk er zo van op. In Vlaanderen zijn we zo trots om te zeggen, wij hebben het hier te zeggen en wij maken de wetten. Als ik iedere morgen, want 's avonds kom ik binnen om 8:30, 9:00, als alles goed gaat, ik heb nooit de tijd om het nieuws te kijken. Wat doe ik? 'S morgens heb ik het geluk, er is een zender die geeft het nieuws weer uit. Dus ik sta om 5:00 op en van 5:00 tot 5:30 kijk ik naar het nieuws, hè, en daarna ga ik naar mijn stal. En hoe vaak zie ik dan niet een bepaalde minister, ik zal hem niet noemen, die dan iedere week bijna, of om de twee weken, met nieuwe regels komt, heel trots komt zeggen, dan gaat het over de wetgeving op de weg. Dan heeft hij weer daar iets uitgevoerd en daar een nieuwe wet gevoerd en daar een nieuwe wet. Dat is fantastisch. Ik vind dat heel goed. Het is voor de veiligheid van de mensen. En hier, met die wetgevende samenwerking, gaan u eigenlijk uw hele bevoegdheid weggeven. Morgen hebben jullie niks meer te vertellen. Alleen maar ja en nee. Ja en nee. Zo, dat zit erin. Dus, alsjeblieft, denk na over wat je doet. En ik zeg het nog eens, gasten, ik kom naar u terug over enkele jaren. Maar als het zo verder gaat, dan weten jullie wat met ons gaat gebeuren. Dus blijkbaar hebben jullie daar kut aan, sorry om het zo plat te zeggen. Dus wij mogen gewoon kapot gaan. Ja, oké, dan is het zo. Maar je moet zien, wat zijn de prioriteiten? Zijn de prioriteiten de handel voor de grote mensen of de burger? Dank u wel. Ja, nu mag u een applausje geven. Voilà, doe maar. Voilà. Allee. Voilà, we gaan de hoorzitting nu afronden. Ongetwijfeld zal hier wel door de orde der werkzaamheden onze vergadering nader op toegekeken worden en desgevallende gevolgen aangegeven worden. Ik wil nog heel even aangeven, want ik vind het toch wel belangrijk, omdat ik de indruk had dat dit niet meteen geweten was, dat het luik vrijhandel en tarieven formeel gesproken niet bij ons komt en enkel het luik investeringen. Ik vind het belangrijk dat u dat weet. Dat wil niet zeggen dat argumenten niet aangedragen kunnen worden. Hè. Twee, ik zou u namens de commissie en mijzelf willen bedanken voor de inspanning die u geleverd heeft. En wat mij betreft hoeft u geen jaren te wachten om nog eens terug te komen. Hè. Ik bedoel, je ziet er met een sympathieke pij uit, dus allez, ik zie niet in waarom dat je niet wat vroeger zou terugkomen, maar dat hangt natuurlijk niet van mij persoonlijk af. Wel, we zijn toch ergens een beetje verwant, hè. We zijn allebei met het land bezig. Maar goed, dit gezegd zijnde, dank u. Dank ook aan de mensen die de moeite hebben gedaan om mevrouw Snieders en meneer Hollands te vergezellen. En bij deze is de hoorzitting afgerond. U zal allemaal ingelicht worden via meneer Hollands en mevrouw Snieders over het gevolg dat wij hier aangeven. Nog een hele fijne namiddag samen.